volgende is disabled, namelijk dingen die je kunt uitzetten. Mag er fall damage zijn? Als spelers vallen dat ze damage krijgen, zet het op true en dan krijgen ze geen damage meer. Dit is allemaal uitzetten trouwens. True betekent uit, false betekent aan. Mag er PvP zijn? Ja, dan moet je die op true zetten. Mag iemand verdrinken? Dan moet je... Dit staat standaard wel aan, dus dat betekent dat standaard iemand kan verdrinken. Zet je dit op true, kunnen ze niet verdrinken. Net hetzelfde als in een muur. Lava damage, projectielen, vuur damage, contact damage als iemand zich aanraakt. Onweer, de wither en dan heb je ook nog het weer zelfs dat je nog kan aanpassen. Oké, we zijn er bijna. De config file is bijna volledig af. En dan ga ik jullie daar nog een paar, nog drietal dingen nog extra gaan uitleggen, de kits. En dan namelijk ook nog iets heel chiques voor je eigen commandos op te stellen. Maar de Essentials Anti-Bult, heel eenvoudig. Zelf zou ik de Anti-Bult niet gebruiken, maar het staat er namelijk in. Dus hier hebben we namelijk Bult toe. Mag je namelijk bouwen als je Bult op False staat. Dus heel eenvoudig als je mag... Heel eenvoudig, als dit op true staat, betekent namelijk als je bijvoorbeeld Group Manager gebruikt. En hier staat dan namelijk Build False en dit staat hier namelijk op true. Dat betekent dat ze niet mogen bouwen. Staat dit op False en staat dit ook op False, dan mogen ze wel bouwen. Dus dat is namelijk dat. Use is namelijk gebruiken van blokken. Als dit op true staat, betekent dat ze de blokken ook niet mogen gebruiken. One on Build This... Hello. Dat is namelijk als je een bericht wilt krijgen als iemand aan het toch aan het bouwen gaat. En dan heb je namelijk alert. Alert on placement. Heel eenvoudig moet ik een waarschuwing krijgen als je lava plaatst van die personen die niet mogen bouwen. 46 TNT, oftewel een lava bucket, op gebruik van een lava bucket. Dan heb je namelijk ook nog een blacklist. En op deze blacklist zijn namelijk de blokken die zeker niet mogen geplaatst worden. Gebruik, breken van een piston. Welke piston die... Die niet mogen geduwd worden. En dan heb je ook nog namelijk een dispenser. Wat ik jullie zeer zeker aanraad is sowieso Wildguard gebruiken. Omdat dat een pak makkelijker is. Oké, het volgende is namelijk Essentials Spawn / New Players. Heel eenvoudig. Dit is namelijk als eigenlijk nieuwe spelers online moeten komen. Dus de newbies, namelijk de nieuwe spelers. Wat moeten ze namelijk krijgen? Welkom bij deze server. Nu staat er nog altijd in het Engels. Welkom spelernaam to the server. Wat ik ga doen is, ik ga heel eventjes van de server af. Ik ga namelijk ervoor gaan zorgen dat ik mijn data wis. Bij user data heb ik eventjes mijn data gewist. Normaal gezien moet je ook bij wereld player data dan ook eventjes je data gaan wissen van jouw speler. Dus dat heb ik eventjes namelijk gedaan. En als ik dan terug op de server ga komen, ga ik namelijk te zien gaan krijgen. Welkom Jensie1996 bij de server. Maar ja. Al mijn gegevens zijn dan namelijk ook volledig weg. Alleen mijn OP heb ik dan namelijk wel nog. Dus dat is namelijk eigenlijk hetgeen wat er dan tevoorschijn komt als je namelijk een nieuwe zijt die joint. Hetgeen wat er namelijk nog bij staat is de spawnpunt. Dit is waar moeten, namelijk waar moeten deze namelijk gespawned worden. Ik gebruik namelijk dus heel eenvoudig easy set spawn voor het spawnpunt. Maar je moet goed onthouden dat je dit namelijk doet. Set wild spawn. Hup, dan worden ze wel degelijk hier gespawned. En dan moet je ook namelijk voor gaan zorgen dat je dit op non zet. Want dan gaat namelijk het spawnpunt van de wereld gaan nemen. Dus dat is wel zeer belangrijk dat je dit op non zet. Ook staat er standaard al een kit geselecteerd. Ze haal deze hieruit. Of wat je eigenlijk moet doen is, deze staat geselecteerd. Zet hier een hashtag voor en haal hier namelijk het hashtag weg. Zodat je namelijk geen één kit krijgt als je joint. Want ik wil niet dat mijn spelers random een kit krijgen. Dat kun je wel activeren, maar kits ga ik nog gaan uitleggen. Dan hebben we namelijk nog twee dingen en dan zijn we eigenlijk op het einde gekomen. En dit is namelijk twee dingen... Die niet zo belangrijk zijn. Respawn, listen and priority. High, dat betekent namelijk dat Essential Spawn het gaat handelen. Lowest betekent dat je multiverse de respawning gaat handelen. En highest is dat je gaat forceren dat Essential Spawn het herspawnen gaat doen. Ik heb dit gewoon altijd op high staan en dit werkt namelijk met easy set spawn. Respawn at home staat op false, zodat ze niet bij de home gaan respawnen, maar wel bijvoorbeeld in de lobby van jouw server. Oeh, amai. We zijn namelijk op het einde van deze file gekomen. Ik heb op dit moment een klein uurtje voor deze hele file. Dus ik ga me nu eventjes korte pauze nemen. En dan kom ik zo dadelijk terug met jullie voor de commandos die ik ga tonen met de permissions. Dan de kits, hoe je die kan maken. En dan namelijk hoe je custom comments en custom text kunt maken. Nu, ik zie jullie eventjes na een kleine korte break.
Oké, leuk dat jullie terug zijn na deze reclame, wat voor jullie maar heel kort was. 1 seconde of zo, maar voor mij ietsjes langer. Ik ga jullie eerst eventjes de commando's laten zien, maar heel vlug. Ik ga gewoon heel kort gaan uitleggen wat de verschillende commando's... Ja, ik ga het zelfs niet gaan uitleggen. Er is namelijk een website met al de commando's. Dit zijn al de commando's van eigenlijk Essentials. Als je op een commando klikt, krijg je namelijk meer uitleg van hoe je het commando moet gebruiken en de permissie. Wil je namelijk een aparte pagina hebben met al de permissies, zet ik die link hier ook onder in de beschrijving. Je klikt erop search, bijvoorbeeld ik wil dat ik Big 3 kan gebruiken, moet je Essentials Big 3 geven aan die speler met oftewel Group Manager via hier permissies Group Manager, oftewel bij permissies van Permissions EX. EX kan je namelijk hier bij permissies, kun je dan namelijk hieronder ook de permissie toevoegen. Dus dat is namelijk eigenlijk de hoofddoel wat je namelijk met al deze commando's kunt doen. Oké, dat is dat. Dus het volgende wat ik nu ga uitleggen is namelijk de kits die je kan maken als je namelijk bijvoorbeeld joint of als je namelijk, ja, gewoon een kit. Hoe maak je nu heel eenvoudig een kit in Essentials? En dan moet je namelijk naar boven scrollen naar hier, naar kits. Dus heel kort uitleg, hoe maak je namelijk een kit? Ik heb namelijk een testkit gemaakt. Heel eenvoudig, wat je doet is, je kan gewoon dit nemen, copy en dan gewoon paste. Dus gewoon, ik heb dit gewoon gekopieerd, hierboven geplakt. Let op dat je hier sowieso namelijk dit doet. Spatie, dat dit gelijk staat. Alles moet gelijk staan, dus de spaties moeten juist zijn. Oké. Wat staat hier namelijk in? We hebben namelijk kits. Dan hetgeen wat we hier hebben is namelijk de naam van de kit. Test, tools, detools, notch, color, fireworks. Dat zijn namelijk de kits. Als je trouwens met kits wilt werken, moet je namelijk ook weer een permissie gaan geven. Dus hier heb je namelijk kit, essential.kit. Dat zorgt er namelijk voor dat ze alle kits kunnen gebruiken. Wil je namelijk dat ze maar één kit kunnen gebruiken, of ja, dit is alleen maar het kit commando. Wil je namelijk dat ze een bepaalde kit kunnen gebruiken, moet je essentials kits kit nemen. Wil je dat ze een bordje gebruiken, essentials.science.use.kits. Dus dat is namelijk dat. Dan staat hier namelijk delay. Delay is namelijk het aantal seconden dat ze moeten wachten. Ik heel eventjes kijken als dat wel volledig klopt. Ja, het aantal seconden dat ze moeten wachten voordat ze terug deze kit kunnen gebruiken. Dit staat namelijk op 20 seconden. Daarna komen namelijk de items. De items zijn namelijk de verschillende items die een speler krijgt als hij namelijk deze kit wilt gebruiken. Wat staat hier namelijk in? We hebben hier namelijk 302, 303, 304, 305. Dit zijn de ID's van een Minecraft. Weet je de ID's van Minecraft niet? Geen zorgen, er is een website. 303, wat is dat? Ah, dat is allemaal iets met chainmail. Je ziet, als ik naar in een 302 ga, chainmail helmet. Ah, chestplate. En je ziet dus dat dat allemaal die nummers zijn. Dus als ik eventjes Shane doe, 302, 3, 4 en 5. En dan kun je namelijk zien dat dit allemaal dus dat soort armor is. Wat doe ik? Ik geef deze persoon 1 stuk van alles. 1 stuk, 1 stuk. 276 is eigenlijk een diamanten zwaard. Dus als ik eventjes naar deze website ga en ik doe dat erin. Je ziet het diamanten zwaard. Ook maar 1 stuk. Ik geef er namelijk protection 4 op. Dus dit is namelijk dus de... Het effect wat je er namelijk aan wilt geven aan dat item. Protection, sharpness 4. En je kunt er namelijk ook een lore. Je kan hier namelijk achter ook nog name zetten. Name, bijvoorbeeld lol. En dan sla ik dit eventjes op. Ik ga dan, dus dat kun je dus namelijk doen. Lore en ook nog een name geven. Je kan ook zelfs nog een kleur meegeven als je namelijk... leren armor hebt, dan kan je namelijk ook de kleur nog meegeven hiervan. Je kan ook namelijk boekjes ook nog geven, dat kun je namelijk ook nog daar eigenlijk namelijk aan geven. Dus hetgeen wat je namelijk dus doet, of ja, wat ik ga doen is eventjes essentials herladen en dan kan ik namelijk deze kit gaan binnenladen, dus dat was kit test. En dan heb ik namelijk de kit test gekregen. Zoals je kunt zien is het zwaard lol en heet hij stokje. Dus zoals je kunt zien heb ik bescherming 4 gekregen. En hier staat scherpte 4, scherpte 5, wat ook klopt. Scherpte 5 en de rest moet 4 zijn. En dit klopt dus helemaal. Ik heb mijn eigen kit dus gemaakt. Nu, er is namelijk ook nog een bordje bij. En dat is namelijk dit. Als je kit van boven zet, daarna de kit naam. Eventueel kun je een groep eraan toevoegen dat alleen maar een bepaalde groep deze kit kan. En je kan ook eventueel een kost
sprays. Dit hoeft niet, de vierkante haakjes moet niet, de bovenste moet wel. Plus, je moet namelijk het bordje van Kit activeren in je commando's. Dus als ik eventjes op Kit ga zoeken, dan moet je hier dus bij Enabled Science namelijk dit gaan weghalen. En dan pas werkt ook het Kit-bordje. Nu, voor het Kit-bordje of voordat je Kit kunt gebruiken, moet je Essentials Kit gebruiken als permissie. Essentials Kits.kit naam, als je alleen maar wilt dat ze bijvoorbeeld deze Kit kunnen gebruiken. Wil je dat ze een bordje kunnen gebruiken? Essentials.science.use.kit. Oké, nu komen we bij het allerlaatste en eigenlijk iets wat ik helemaal niet had verwacht dat dit kon met Essentials. Namelijk je eigen commando's maken en namelijk ook je eigen tekst bij deze commando's maken. Nu, dat is namelijk dus eigenlijk het hoofddoel wat je hier namelijk mee kunt. Nu, wat moet je namelijk eigenlijk als eerste gaan doen? Je gaat hier namelijk eigenlijk naar het commandos.iml mapje. Waar staat het? Heel eenvoudig. Als je je server afhaalt, je hebt je server volledig geïnstalleerd, staat hier een commands-file. Ik wist nooit wat hierin stond. Als je namelijk het commands-file opendoet, gaat namelijk hier lobby en I can has bucket. Gaat erin gaan staan. De gift en de vouw 2 is van mijzelf wat ik er namelijk heb ingezet. Dus dit gaat er namelijk gaan instaan. Normaal gezien, ja. Dit zijn namelijk commandos die hij kan gebruiken. Dus wat moet je hier namelijk gaan doen? Je kan hier dus namelijk je eigen commandos gaan inmaken of een alias. Namelijk een schuilnaam voor een bepaald commando. Zoals hier lobby gaat namelijk warp lobby voor jou gaan doen. Je moet wel opletten met de permissies. Dat als je bijvoorbeeld een commando doet, bijvoorbeeld dit gif. Dat die speler wel degelijk de permissie gif commando heeft. Nu. Eerst even een korte uitleg hoe het een beetje werkt. Namelijk het dollarteken zijn namelijk de variabelen. Dat betekent eigenlijk heel eenvoudig dat je dit wel degelijk in de comment kunt bijzetten. En het wordt allemaal nog duidelijk. Hier heb ik namelijk ook nog twee keer bij staan, kom ik nog allemaal bij. Hier staat namelijk een streepje bij. Met het minteken gaat het namelijk iets gaan teruggeven. En dit is namelijk om je custom tekst te laten afspelen. Maar daar kom ik zelfs nog bij. Dus, de comment die ik zelf heb gemaakt is namelijk gift. Dus hoe doe je dat? Je gaat hier onder aliasen, ga je namelijk hier gift gaan bijzetten. Je kunt ook namelijk comment blok kun je ook doen, maar dat ga ik niet gaan uitleggen. Maar wat je namelijk doet, je gaat hier namelijk het gift commando. Dus ik heb bijvoorbeeld nu gift erbij gezet, hieronder gift, dubbelpunt, dan eronder. Wat moet dit commando gaan uitvoeren? A, hij moet gift, hij moet een speler iets gaan geven, wat 264 is een diamant en het aantal. Dat zijn namelijk de variabelen die ik meegeef. Dit is wat je kan ingeven. Nu, waarom de dubbel dollar? Dubbel dollar betekent heel eenvoudig dat je dit moet meegeven. Nu, wat betekent het? Gif, spelernaam, wordt de eerste variabele, diamant, aantal. Dat is dat. Zeg, heeft, spelernaam, zoveel diamanten gegeven ter waarde van. En dan zie je het, zoveel dollar. Maar omdat het dollarteken wordt gebruikt als variabele, moet je een forward slash gebruiken, voordat het dollarteken niet wordt gebruikt als een commando. Eenmaal als je namelijk hier een nieuwe commando hebt toegevoegd, dus wat je kan doen is bijvoorbeeld als commando wil ik namelijk gebruiken dat je heel makkelijk kunt tp'en. Dus ik ga gewoon tp en deze moet dan bijvoorbeeld tp naar tp en ik ga heel eventjes kijken waar voor coördinaten waar je naartoe wilt teleporteren. Bijvoorbeeld naar daar wil ik teleporteren, dus dat is tp en dan wil ik namelijk dat de spelernaam wel moet geteleporteerd worden. TP spelernaam naar 170, 78, 496. En TP bestaat al, dus ik ga hier gewoon TPJE van TP Jens doen. En dan gaat hij dat namelijk gaan doen. En gaat hij namelijk deze speler gaan teleporteren naar deze positie. Dus dat kun je namelijk daarmee gaan instellen. Wat je wel moet doen is, je kan niet heel eenvoudig volgens mij... de Essentials herstarten, omdat dit niet van Essentials zelf is. Dus je moet de server stoppen. Server stoppen. En de server weer volledig herstarten. Omdat dit niet van Essentials is, moet je dit namelijk doen. Dus eenmaal als de server ook terug herstart is, gaat hij normaal gezien ook iets gaan zeggen in dit documentje. Ik weet het niet heel juist als hij het gaat doen. Nee, heeft het nog niet gedaan. Dus, maakt het niet uit. Maar dan kan ik namelijk dus terug op de server gaan. En dan heb ik op dit moment dit commando klaarstaan. En hetgeen wat... moet ik eventjes terug spieken. Ja, oké. Nu klopt het. Dat moest ik eigenlijk hebben. Dus het commando zelf is tp'en. Dus,
FTP, je? Fout, speler niet gevonden. Inderdaad, ik moet namelijk een spelernaam meegeven. En hup, ik word automatisch geteleporteerd naar de positie die ik heb opgegeven. Nu, omdat ik een variabele heb meegegeven, moet ik dus de naam ook meegeven. Dus dat gaat dus namelijk het commando TP je doen. Hij gaat mij gaan teleporteren. Nu, wat ik ook nog heb is gift en dan die fout. Nu, die gift D, dus als ik nu eventjes gif en dan D doet, missing required argument 1, dat betekent omdat ik hier in de file dubbel heb gezet, betekent dat de naam zeker erbij moet komen. Dus wat ga ik doen? Ah, gift en de spelernaam, hup. Dan staat er 64 diamond gegeven aan Jensie. Jensie1996 zoveel diamant gegeven ter waarde van $200. Wat je ook nog kan doen is bijvoorbeeld het aantal meegeven en dan krijg ik namelijk 1. En in de tekst zie je dat dit is de spelernaam, heeft 1 diamant gegeven ter waarde van zoveel euro. Dat is namelijk die tekst. Nu, het volgende is namelijk wat je ook nog kunt doen, is een custom tekst doen. Als ik fout 2 doet, gaat hij namelijk een custom tekst gaan weergeven. En wat gaat hij namelijk gaan weergeven? Ah, ik doe fout 2. Fout hier. Dit komt vanzelf als ik fout 2 doe als commando. Maar Jens, hoe heb je nu een eigen tekst gegenereerd? Hoe heb je dit gedaan? Heel eenvoudig. Dit komt eigenlijk met behulp van het faaltje wat in Essentials is gegenereerd. Namelijk het custom faal. Schrik niet, dit faaltje heb je niet. Wat je moet doen is heel eenvoudig, is je moet hier namelijk custom, en dan moet ik eventjes kijken, custom tekst typen, en dan wordt deze namelijk gegenereerd. Wat krijg je? En dan moet ik heel eventjes iets gaan open doen. Je krijgt namelijk dit, file custom.txt does not exist, creating one for you. Dus hij maakt deze voor jou, en omdat ik al ene heb gemaakt, staat dit namelijk hier al bij. Dus dit is namelijk de file die ik al heb gemaakt. Dus dat moet je zeker als eerste doen, voordat dit werkt. Ook, als je namelijk custom tekst aan een speler wilt laten tonen, moet je de permissie essentials.custom-text geven als een permission aan die bepaalde speler. Oké. Ik ga nu heel eventjes kort gaan uitleggen. Zoals je hier kunt zien staat fout 2. En hier staat custom text fout 2 en dan dollarteken met het minteken. Dat betekent hij gaat iets teruggeven. Dus wat gaat hij namelijk gaan doen? Eerst hebben we hier namelijk het custom comment. Eerst het custom comment is bij mij fout 2. En dan moet er custom text. Dit is verplicht, custom text moet er staan. Om het refereren naar het faaltje custom.txt. Wat gemaakt is in je Essentials map. Dat is namelijk deze map. Hetgeen wat je daarna moet doen is namelijk een naam. Een naam voor deze comment. Ik heb gewoon dezelfde naam gegeven. Je kan hier kiezen wat je hier namelijk zet. Dat kies je zelf. En dan is er namelijk ook nog verplicht. Dat is namelijk dus dat je hier een variabele bij zet. Anders kan je een bericht niet terugsturen met het minteken. Dit moet er ook zeker bij staan. Wat gebeurt er dan in het custom faaltje? En het staat een beetje hier van onder, dus ik ga heel eventjes wat spaties zetten. Ik heb namelijk hier hashtag fout 2. Hashtag fout 2 moet deze naam zijn. Dat moet deze naam zijn en met de hashtag ervoor. En wat komt er dan eigenlijk achter? Gewoon de tekst. Gewoon de tekst zoals jij wilt, zoals hier ook fout staat. Als ik nu slash fout zou doen, zou ik deze tekst gaan krijgen. Als ik hier nu fout 2 ga doen, krijg ik deze tekst. Want hij roept in custom text fout 2 aan, plus hij moet iets terugkrijgen. En wat gaat hij namelijk gaan doen? Ah, hij roept in custom text, custom, roept hij fout 2 aan, hij geeft deze tekst mee. Nu, ik ga heel eventjes iets gaan weghalen, want wat heel handig hieraan is, als ik nu eventjes op de server en ik type namelijk fout 2, ga je zien fout hier. Maar ik vind dat fout hier niet in het midden staat. Dus wat ga ik doen? Ah, ik ga naar de custom text, ik zet een paar spaties, ik sla dit op en ik ga terug fout 2 doen. Automatisch geüpdate, je hoeft niks te herladen, automatisch geüpdate. Oké. Ik hoop dat alles heel duidelijk was. Voor mij was het heel lang, want ik merk het aan mijn stem. Want ik ben nu al een uur en een kwartier bezig voor de hele Essentials plugin volledig uit te leggen. Dus ik weet heel zeker dat deze video in een paar delen gaat uitkomen. Misschien ook over een paar verschillende dagen dat ik dit ook namelijk ga splitsen. Dus ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Ik weet dat het sowieso gesplitst is geweest. Dus ik hoop dat jullie de meerdere video's fijn vonden over Essentials. Als jullie zelf de commandos willen weten van Essentials, laat het mij weten. Dan ga ik deze binnenkort ook wel degelijk gaan uitleggen.
Maar we zijn nu op het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie dit een heel leuke video vonden. Geef dan een blauw duimpje mocht je doen. Ja, ik weet het. Het is heel veel. Essentials is namelijk een hoofdplugin die je zeker moet hebben. Maar ik hoop dat jullie dit een heel leuke video vonden. Mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. En ik ben moe. Doei.